Goedenavond allemaal. Goedenavond. Ja. Een tijdje geleden ben ik jullie broeder tegengekomen in Groningen. Amen. Ik wist niet wie jij was. Ik was blij dat ik dat niet wist. Ik ook. En Hendrik Jan vertelde me later wie die wel was. En toen dacht ik, Heer, dit kan geen toeval zijn. Nou, dat bleek ook. Inmiddels ben ik hier. En al biddende en voorbereidend op deze avond, God zoekende, dat is zo belangrijk, wat heeft deze gemeente nodig? Amen. Weet je broeder, je noemde me een profeet. Ik moest er een beetje om lachen. Toen ik pas tot bekering kwam, is mij ook verteld dat als ik tot Jezus kwam, dan zou alles beter worden. Vanaf nu af aan zouden al mijn problemen verdwijnen voor de zonweg. Zo is het me gebracht. Maar de moeilijkheden begonnen pas op dat moment. En dan ga je nadenken over de Heer, wat heeft u dan bedoeld? Horen deze moeilijkheden er dan gewoon bij? Of is het toch anders? Gaan we de weg met de Heer, gaan we de strijd door je problemen heen, kom je erachter dat elke strijd een overwinning oplevert. Amen. En die overwinningen, die waren opeens wel beter. Maar waarom dan door strijd, zou je zeggen? Waarom kan dat nou niet anders? Kan het niet meteen goed gaan? Maar als je niet door de strijd heen gegaan bent, kun je het nooit vasthouden. Want je hebt niet jezelf leren kennen. Als je tot Jezus komt en Jezus in je hart komt wonen, leer je pas jezelf kennen. En het gaat soms op hele leuke momenten. Profetische toerustingsschool, dat is de Heer die mij gegeven heeft. Zo'n beetje in 2007 ben ik daarmee begonnen. Toen de Heer aankondigde, samen met nog een broeder waar ik mee samenwerk, dat wij Nathans zullen gaan opleiden. Nathans. Nou, zoek Nathan maar eens een keer op in de Bijbel. Je komt hem tegen bij David. En het eerste waar ik aan moest denken, als alle boodschap aan mij niet zou zijn, Heer. De boodschap die Nathan bracht, was nou niet een boodschap die iedereen wil horen. Kijk, voor een profeet is het natuurlijk wel een hele mooie boodschap. Daar gaan we het zo meteen over hebben, over Elia. Een hele mooie boodschap. Maar ben je er klaar voor? Toen ik dat hoorde, dacht ik, Heer, samen met mijn broeder, die wilde een toerustingsschool beginnen. Ik begon thuis te raken in het profetische. Laten we een profetische toerustingsschool beginnen. Laten we het doen. Heel simier opgestart, heel klein. Een maand later kom ik bij een profeet. En toen zei de Heer tegen me, ik vind het fantastisch dat je een toerustingsschool begint. Toen dacht ik, Heer, wauw. De eerste leerling heb je al. Dat ben je zelf. Oeps. De jaren die daar volgden, waren inderdaad de jaren waarin ik de leerling was. En sinds anderhalf jaar zie ik dat ik de leerling niet meer ben. Maar dat ik de leraar mag zijn. Amen. Ik heb geen lokaal waar allemaal mensen samenkomen. En iedereen aanklopt. Nee, ik ben iemand die heen en weer reist. En waar nodig. God laat spreken. Dat is de mooiste school die je kunt treffen. Als God tot je spreekt. We hebben het zo vaak geleerd. Hoe zal ik het zeggen? Van horen zeggen, laat ik het zo zeggen. De een deed het voor en de ander deed het na. Zal ik je nog iets vertellen?
Ik heb 15 jaar met een broeder opgetrokken. 15 jaar lang totdat God vertelde me om weg te gaan. 15 jaar lang had die broeder een idee van wat ik zou worden. Of eigenlijk wat hij vond wat ik moest zijn. Ik ben dat nooit geworden. Want in al die tijd dat hij dacht dat ik dat zou worden, werd ik belemmerd in wie ik was. Pas toen God mij vrijzette en ik in de gaten begon te krijgen dat God zijn geest zelf is die jou leert. En zelf is die jou onderwijst. Tuurlijk, door mensen heen, begrijp je niet verkeerd. Maar als je niet de vrijheid krijgt om je te ontwikkelen, omdat mensen uit jouw profetie of uit jouw profetische boodschap, waar ze dan bij staan, menen te horen hebben gekregen wat jouw roeping is, dan kunnen ze je belemmeren. En toen ik een woord van de Heer kreeg, en dat was nog geen 2 maanden na mijn bekering, ik zal ooit nog wel eens vertellen hoe dat gegaan is. Toen zei de Heer dat ik woorden zou uitdelen van leven, brood Gods, uit de hemel, en dat het anderen zal overtuigen. Even in de korte zin. En iedereen die ik daarna tegenkwam, die zei, jij wordt een evangelist. En in instantie zou je dat woord ook zo kunnen uitleggen. Ik had toen nog niet zoveel verstand van geestelijke uitleggingen. Dus ik ging daarmee aan de slag. Later bleek ik geen evangelist te zijn, maar een profeet. De woorden klopten nog steeds, exact. De uitleg was ook helemaal te plaatsen. Alleen, het was anders dan al die anderen gezegd hadden. Dus als je een woord van de Heer krijgt, ook vanavond, als je straks een woord van de Heer krijgt, of je door de prediking een woord van de Heer krijgt, ga daar zelf biddend mee aan de slag. Als de broeder ook zei. Misschien krijg je een woord te horen waarvan je denkt, wat moet ik hier nou mee? Dat kan. Vaak zoeken wij het profetische in de toekomst. Dat zijn de prachtigste boodschappen. Wat ga ik doen in de toekomst, Heer? Vaak komen mensen bij mij met die vraag. Wat gaat er gebeuren in de toekomst? En dan is mijn antwoord, als de Heer je dat wil vertellen, dan zal hij dat doen. Maar als God een andere boodschap voor je hebt, of voor jou heeft, dan zal hij anders tot je spreken. Want God wil die innige relatie met jou. Van hart tot hart. Want dan pas kun jij worden wie jij bent. En hoe word je, hoe kun je zijn of kun je worden wie jij bent? Dat gaat alleen maar door strijd heen. En door strijd heen wordt bepaald of jij God wil volgen of niet. Geef je hem alles of niet. Dat is lastig. Toen ik met de profetische toerustingsschool wilde beginnen, zei God in feite tegen mij, dan ben jij de leerling. Oeps. Dat is nou net wat ik niet wilde, Heer. Ik wilde juist anderen gaan onderwijzen. Maar goed, ik wil God niet in de weg lopen. Ik zei, Heer, oké. In eerste instantie denk je, ja hoor, dat heb ik weer. Maar naarmate je er even over nadenkt en je het accepteert van de Heer, want soms moeten we woorden accepteren, dan vallen ze niet meteen goed in je hart. Dat kan. En dan ga je ermee aan de slag. En ik ben God dankbaar dat ik leerling ben geweest. Want ik kwam erachter dat ik er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor was. Ik moest zelf nog zoveel leren. Ik zal niet allemaal fouten op gaan noemen vanavond, laat ik dat niet doen.
Er waren hele komische tussen, moet ik ook zeggen. Soms heeft God echt een humor die anderen absoluut niet kunnen bedenken. Nee. Amen. En dan kijk je daarnaar en dan denk je, Heer, later pas, achteraf pas, dank u voor de strijd. Dank u voor de woestijntijd, om het dan maar even zo te zeggen. Weinig brood, weinig water, maar dank u voor die tijd. Want strijd is niet verkeerd, is juist goed. Want meneer met de kleine S, zoals ik hem altijd maar noem, die wil graag dat jij gelooft dat alles wat je overkomt, zeker in de vorm van strijd, dat dat niet goed voor jou is. Ach, je bent toch een koningskind? Dat hoort jou toch niet te overkomen? Als we het in de rangorde van de wereld gaan zetten, ja, misschien heeft hij dan wel gelijk. Want koningen worden er helemaal beschermd. Tot heel ver toe, om het zo te zeggen. Maar Gods kinderen worden ook beschermd. Maar wel door strijd heen. Amen. En als je over strijd praat, waarom... Dan heb ik me wel eens afgevraagd aan de Heer, Heer, waarom hebben we hier strijd? We wonen straks in de hemel. We komen straks bij u. Geen pijn meer, geen verdriet meer. Waarom dan strijd? Waarom ben ik dan een soldaat in het leger van hem? De openbaringen die God op dit moment geeft... En via het internet kun je er een aantal vinden. Er is ook een heel boek over geschreven, meerdere boeken zelf. Dat een jongetje, als ik het goed heb, Molton genaamd, 3-4 jaar en door God in de hemel is geweest. Zijn vader in de hemel heeft gezien met een zwaard. Heer, wat moet je nou in de hemel met een zwaard? Maar dan komt het woord strijd toch wel erg dichtbij. Dus alles wat je hier leert in strijd, zul je straks toepassen. Ook in dit leven, maar ook straks. En toen God mij begon te leiden om gemeentes te gaan ondersteunen in het profetische. Want de Heer zegt, strek je nou juist uit naar het profeteren. En profeteren is voor iedereen. Niet alleen voor de profeet, ook al is dat dan voor hem een bediening... Maar profeteren en de gave van profetie is voor iedereen. Dat is namelijk de kracht die anderen overtuigt. Ik weet in Amerika, en ik vind het jammer dat ik het niet bewaard heb. Ik hoop hem ooit nog een keer tegen te komen. Maar ik vond ooit een video op het internet waar mensen evangelische straat op gaan. En profetisch mensen aanspreken. En dat een wildvreemde zijn hele levensverhaal te horen krijgt. Wauw. Profetische gaven zijn in de gemeente helaas ondergesneeuwd. Gelukkig zijn er gemeentes waar het wel aanwezig is. En ik hoop ook zeker hier. Alleen zeker in kleine gemeentes, en dat geeft deze broeder ook heel erg aan, is het profeteren over iemand heel moeilijk. Want je kent elkaar. Je weet precies de hoed en de rand. Dan wordt profeteren lastig. En soms is het goed om een profeet te laten komen. Maar die profetische gave is niet alleen voor binnen de gemeente. Het is juist voor die ongelovige die binnenkomt. Die hier in de gemeente komt, die jij niet kent. Maar God wel. Dus toen God begon over de Nathans, toen dacht mijn vriend, zal ik hem maar even noemen, mede-profeet, laat ik hem zo noemen, dachten we, ja Heer, we
daar gaan we iets mee doen. En ik hoop ook dat God echt gaat spreken tot jullie vanavond. Ik ken jullie niet, daar ben ik heel blij mee. Ik heb een paar keer deze broeder aan de telefoon gehad. En op het moment dat ik merk, hier komt informatie die ik niet wil weten, dan riepen we altijd met elkaar, niet verder. Stoppen. Want ik wil het van de Heer verwachten. We gaan naar 1 Koningen 17. Het bekende verhaal van Elia. Elia. Opeens uit het niets is daar Elia. Een profeet waar niemand van gehoord heeft. Althans, het is niet beschreven in de Bijbel. Ineens staat Elia voor Ahab. Wauw. In de Bijbel is dat prachtig. Ik ben altijd een beetje huiverig. Als een profeet opeens bij mij voor de deur zou staan. Met een boodschap. Want de boodschap die Elia bracht aan Ahab was geen makkelijke. Absoluut geen makkelijke. En waarom kwam die? Als we in 1 Koningen 16 even een paar versen daarvoor pakken. 29, en ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. En Ahab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. Ahab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Ahab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan alle die voor hem geweest waren. Even als inleiding. En dan komt Elia daar. Een profeet waar we nooit eerder over gelezen hebben. Die komt daar, hoofdstuk 17. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Ahab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft. Voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die stroomt aan de overzijde van de Jordaan. En het zal gebeuren dat u uit uw beek zult drinken. Verder heb ik raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed even overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt, en de raven brachten hem 's morgens brood en vlees, en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Elia komt daar naar Ahab, geeft hem de boodschap Gods. Prachtige boodschap voor als een profeet zijn, hè? Hij zou gedacht kunnen hebben: Heer, als dit er niet bekeert, dan weet ik het niet meer. Maar dat gebeurde niet. Als een profeet bij mij voor de deur zou staan met een ernstige boodschap, dan zou ik ernstig gaan bidden met de Heer. Heer, wat is er mis? Wat doe ik fout? Ahab niet. En dan komt het woord van de Heere tot hem: verberg je bij de beek Krit. Oké, Heer. Ik verberg me bij de beek Krit. God stelde Elia veilig. Hij ging daar wonen. En daar zit je dan als profeet. Je hebt net een prachtige boodschap gebracht vanuit de Heere. Je voelde om het te doen. En dan komt het woord van God tot jou: vlucht. Verberg je bij de beek Krit. Dat is een moeilijke. Heer, dit is een boodschap van u. Dit zijn woorden van u. Waarom gebeurt er niks? Machtige woorden Gods. Waarom gebeurt er niks? En daar zit je dan. Bij de beek. Hoe vaak is het in het leven van een kind van God voorgekomen dat hij machtige woorden van God kreeg,
een prachtige toekomst krijgt aangeboden. En dan begint de strijd. Dan komt de eenzaamheid. Dan komt die tijd waarop je op jezelf geworpen wordt. Elia werd namelijk op zichzelf geworpen. Weg van de wereld. Weg van de luxe. Weg van een huis. Weg van de mensen. Alleen. Bij de beek Krit. En daar zit je dan. Je drinkt uit de breek. En twee keer per dag wordt je eten gebracht. Op jezelf teruggeworpen. Als we het verhaal verder lezen, begrijpen we waarom Elia niet terugkomt. Want Achab, of in dit geval Izebel, had ondertussen de opdracht gegeven om de profeten te doden. Dat is wat. Jij brengt een boodschap van de Heer, of in dit geval Elia, en alle profeten moeten oppassen. Israël leefde in zonde. Achab leefde in zonde. En daar zit jij dan, bij de beek, terwijl er andere profeten zijn die om het leven komen. Dan word je werkelijk teruggeworpen op jezelf. Vertrouw je de Heer in wat je gedaan hebt. Vertrouw je in het profetisch woord, wat je uitgesproken hebt of gekregen hebt. Vertrouw je het. Dit is niet wat Elia voor ogen had. Elia had voor ogen, liefst gezien, laat ik het zo zeggen, dat Achab zich zou bekeren en de Heere zou gaan dienen. Maar er was helaas meer nodig. Nou, dan ben je op jezelf geworpen, in die eenzaamheid als kind van God. En iedereen komt die eenzaamheid tegen op het moment dat je met God gaat wandelen. Komt er een moment dat je in die eenzaamheid komt. Mensen die je bijvoorbeeld niet begrijpen in wat jij werkelijk doormaakt. Elia zit daar. En jou hoor, de beek droogt ook nog eens op. Nou Heer, daar zit ik dan. Als Elia. Bij de beek. Dan zullen we het nog even niet hebben over de raven. Want de raven waren in eerste wel ook niet erg gewild. Die eten komen brengen en dan begint de beek op te drogen. Heer, de beek droogt op. Er blijft bijna niks meer over. En dan komt weer het woord van God. Ga naar Sarfat. Daar heb ik de weduwe geboden je te onderhouden. Gelukkig, Heer. Gelukkig. In al die moeilijke tijden is er dan toch het woord van God. Gelukkig antwoord. De beek begint op te drogen. Heer, het wordt tijd dat we vertrekken. Eindelijk naar die bewoonde wereld. Naar Sarfat. Elia gaat op weg. En komt daar. Eindelijk Heer. Weer onder de mensen. Misschien eens een keer een ander eten dan wat ik gewend ben. En dan komt hij de weduwe tegen. En dan zegt hij tegen die weduwe, breng me wat te drinken. En neem ook nog even wat brood voor me mee. En dan krijgt hij een antwoord. Nou ja, wat drinken gaat wel. Maar brood wordt moeilijk. Want ik ben het laatste hout bij elkaar aan het sprokkelen. En het laatste beetje olie en het laatste beetje meel wat ik heb. En dan houdt het zo goed als op. En daar is dan weer het woord van God. Ah, een wonder. Meel raakt niet op. En de olie zal niet opraken. Totdat er regen komt. Prachtig woord. En wat het mooiste is van deze profetie, hij komt meteen in werking. Oh, dat zijn de mooiste profetieën die je kan krijgen. Ja. Die alle minuut verhoord worden. In werking komen. En ze eten daarvan. Ze drinken daarvan. Ontbreekt u aan niets? Nou Heer, het begint ietsje beter eruit te zien. We hebben het eten. We hebben het wonder gezien. Dat sterkt. Dat geeft kracht, dat geeft moed. Zeker die profetieën die meteen zichtbaar zijn. Zijn ze helaas meestal niet.
Maar zeker die profetieën die meteen zichtbaar zijn. Heerlijk, Heer. Heerlijk. Profetieën die meteen zichtbaar zijn. En dan sterft de zoon van die vrouw. Oeps. Heer, zou Elia gedacht kunnen hebben? Niet nu, hè? Nee, niet nu. Net een woord gegeven dat de olie niet op zal raken. Dat het meel in de pot zal zijn. Heer, en het gebeurt ook, dank u daarvoor. Maar waarom nu die zoon? Ja, als we ons verhaal kennen, ligt de zoon in de bovenkamer. Bid daarvoor. En die zoon komt tot leven. Nou, geweldig, Heer. Wat een verlossing. Wat een verlossing, Heer. Dank u wel. En dan herkent de vrouw. U bent waarlijk een profeet. Oeps. Ik heb daarover nagedacht. Waarom zijn er soms zoveel wonderen nodig? Voordat iemand kan erkennen dat iemand een profeet van God is. Prachtige woorden die iemand soms krijgt. En nog hebben ze moeite om het aan te nemen. Nog willen ze zien dat die profeet echt een profeet is. In plaats van dat ze naar God toe gaan en werkelijk het woord onderzoeken. Alsof het bewezen moet worden. Hoe ga jij daarmee om? Moet het bewezen worden? Of ga je met de woorden aan de slag? Profetie is namelijk onvolkomen. Er kunnen wel eens dingen tussen zitten. Die wel uit een hart van een kind van God komen. Maar wel eens anders bedoeld kunnen zijn dan God voor ogen had. Daarom moet je een profetie ook alle toetsen. Maar daarmee kun je niet zeggen als een paar dingen niet kloppen volgens jouw gevoel. Dat je dan de hele profetie meteen maar overboord moet gooien. Want dan kon je wel eens lelijk vergissen. Gaandeweg komen mensen er pas later achter dat de woorden die door een profeet gesproken worden, werkelijk de woorden van God waren. Maar we zagen dat niet zo. Omdat sommige woorden wel eens moeilijk aankomen. Wat ik gemist heb in het profetische, en deze broeder kan beamen dat ik daar de Heer om gevraagd heb, Heer, ik mis het vermanende aspect. We horen zo vaak dat profetie over liefde, vertroosting en bemoediging moet gaan. Alleen dan vergeten we de grondtekst erbij te halen. Daar staat namelijk ook vermaning. Ja. En als profetie geen vermaningen meer mag inhouden, dan wordt het lastig voor God om tot je te spreken. Want waarom komen vermanende woorden meestal via een profeet? Dat is omdat je zelf niet meer in staat bent om te corrigeren. Om zelf te ontdekken dat die woorden of de dingen waar jij mee leeft werkelijk goed en niet goed zijn. Vermaning is namelijk moeilijk. En als dat uitgesproken wordt door jezelf of door de woorden die jij denkt tot je te krijgen, dan zit daar heel vaak je eigen invloed bij. Want je ziet het vaak anders. Een profeet heeft daar geen last van. Zeker een profeet die je niet kent. Die brengt alleen maar de woorden over. Die maakt zich ook totaal niet druk of die woorden wel of niet kloppen. Want hij spreekt woorden van de Heer. En het is aan jou. Het is aan jezelf. Om dat te toetsen. En daar goed mee op te gaan. Niet aan de profeet. Want ik heb soms woorden gehad dat ik dacht, ja hoor, je kunt me nog meer vertellen. En anderhalf jaar later moest ik op mijn knieën naar de Heer toe en ook naar de profeet terug. Dat ik moest zeggen, sorry, vergeef me, maar je had gelijk. Het waren woorden van de Heer. Alleen ik kon ze toen niet ontvangen. Maar u heeft gelijk gehad. God had gelijk. Daarom zijn profetische woorden zo belangrijk om goed te toetsen. En denk je, ja, ik weet even niet wat ik ermee moet. Gooi ze dan niet weg. Maar leg ze dan maar even op de geestelijke boekenplank.
Totdat God je even zelf weer toe leidt. Om ze terug te halen. Naar je toe. Nou. En dan moet Elia opeens op weg naar Agab. Toon je aan Agab. Elia gaat op weg. En toont zich aan Agab. En uiteindelijk komen alle profeten van Jezebel op de berg bijeen. En God doet een machtig wonder. Die Baalpriesters die proberen het vuur uit de hemel te krijgen. Tot besnijdenis toe, tot bloedens toe. En er gebeurt helemaal niets. Prachtig. Niks. En Elia vraagt het ene keer. En het vuur valt uit de hemel. Geweldig. Oh, machtige wonder om als profeet mee te maken, toch? Waar kun je een grotere kracht van God meemaken als profeet dan op dat moment? Dat jij dat altaar wat je gebouwd hebt in oprechtheid van de Heer. Je gooit er ook nog even een ton water overheen, om het zo te zeggen. Amen. Ik weet niet exact hoeveel het is geweest, maar in ieder geval het was veel. En dan komt dat vuur uit de hemel. En slurpt ook nog even al het water op. Wauw. Nou, als dat je als profeet niet sterkt, dan weet ik het niet meer. En dan keert het volk zich om. En dan bidt de Heer weer. En dan worden de 450 profeten van Baal worden gedood. Oeps. Machtig toch, zou je zeggen. Van die profeten zijn we af. Heerlijk. Ik zal je later ooit nog eens uitleggen waarom ze gedood worden, want daar zit ook nog iets achter. Maar dan heb je net zo'n prachtig wonder meegemaakt. Dan hoort Jezebel daarvan. En wat doet Elia? Hij vlucht. De woestijn in. Uh-oh. Hij brengt eerst een boodschap aan Agab. Toen kwam het woord tot hem. Verberg je. Dan brengt hij een boodschap aan de weduwe van Sarfat. En het woord van God omvat hem. Hij had eten, had te drinken. Dan sterft de zoon. Hij bidt. Zijn gebed wordt verhoord. Prachtig. Dan toont hij zich aan Agab. Die profeten komen bijeen op de berg. Het werk valt in meter bij die profeten. Het grootste wonder wat je in mijn ogen als profeet kan meemaken is dat God rechtstreeks antwoordt op je gebed. Met een machtsbetoon. Die ik nog nooit gezien heb. En dan krijgt Elia één doodsbedreiging. En op dat moment is er geen woord van God. En Elia vlucht. De woestijn. Dan heb je net een machtig wonder van God gezien. De regen is terug. Waarom zou Elia nou gevlucht hebben? Hij heeft een machtig God achter zich staan. Maar Elia vlucht. Eerst had God hem veilig gesteld. Er zal in deze jaren geen dauw of regen komen, zegt hij tegen Agab, behalve op mijn woord. En als je de grondtekst pakt, dan zegt hij na het gebod van mijn woord. Agab wist dat als hij Elia zal doden, dat er nooit meer regen zou komen. Want God had hem veilig gesteld na het gebod van mijn woord. Dus Elia was de enige door God aangewezen, die de regen kon terug laten komen in Israël. Alle andere profeten werden vervolgd. 100 zijn er veiliggesteld.
In grotten verborgen. En Elia was veiliggesteld door God zelf. Na het gebod van mijn hart. De regen was terug. Dus daar had Elia geen bescherming meer. Maar wel een machtig wonder gemaakt. En toch vlucht Elia. En dan, als ik verder kijk. Dan op een gegeven moment dan komt er een engel in de woestijn. En die zegt Elia, eet. Elia eet. Valt in slaap, want hij wilde eigenlijk dood. Nu te kort tijd om erop in te gaan. Maar hij wilde eigenlijk dood. En weer zegt die engel, eet. En dan komt Elia uiteindelijk God tegen op de berg Horeb. En dan vraagt God, wat doe je hier? En dan begint Elia een heel verhaal. En dan vraagt God weer, wat doe je hier? Want God had helemaal niet geboden dat hij moest vluchten. Dus weet nou één ding. Als God niet tegen jou zegt, vlucht. Vlucht niet. En dat is wat God jullie heel duidelijk wil meegeven deze avond. Als God niet letterlijk tegen jou vertelt, vlucht. Zoals Elia moest vluchten naar de beek, Krit. Vlucht niet. Want Elia moest wel 40 dagen door de woestijn inlopen. Om God te ontmoeten op de berg. Hoe dat precies gaat, zit een enorme geestelijke waarheid in. Maar ook die bewaar ik. Want we willen graag toekomen aan het profetische. Maar als God jou niet vertelt om te vluchten, doe het dan alsjeblieft niet. Maar hoe vaak zijn wij geneigd om te vluchten? Heer, het wordt moeilijk. Auw, doodsbedreiging. Oeh, deze is wel heel moeilijk, Heer, deze is wel heel zwaar. Oeh, ga er bijna onderdoor. Ik maak dat ik hier wegkom. Maar heeft God je geboden om te vluchten? Vaak vluchten wij, terwijl God je niet geboden heeft om te vluchten. En zolang God niet zegt dat je moet vluchten of weg moet gaan, raad ik je aan om te blijven. Amen. Want juist op die plek van strijd, daar zal jij overwinnen. Elia had een overwinning mee kunnen maken. Hij had daar kunnen blijven staan. En wie weet had Elzeel wel met het zwaard op zijn kin gestaan, om het even zo te zeggen. Dat had gekund. Dan nog had Elia niet doodgegaan, want God had hem nooit... Of God had nooit de macht verleend om dat te doen. Ook al had dat zwaard misschien op zijn keel gestaan. Jezebel had nooit de macht gehad om dat te doen. Want er is er maar één die beslist over leven of dood. Amen. En dat is God zelf. Dus wat Satan heel graag wil, is jou op de vlucht jagen. En als je dat toe gaat laten en Satan die weg weet te vinden om jou op de vlucht te krijgen, om te vluchten voor je probleem, om weg te lopen voor je probleem en hem niet aan te gaan, ja, dan is het spelletje zo gespeeld. Ik zal niet zeggen dat God je niet redt als je vlucht, want dat doet God nog steeds. Zo genadig is hij. En ik zal ook niet zeggen dat ik nooit gevlucht ben, want oh ja hoor, ik ben ook gevlucht. Mag je best weten. Ik ben soms met mijn staart misschien mijn benen weggelopen, om dat even zo te zeggen. Dit wordt de heet, Heer. Nee, dit wordt de heet, dit doe ik niet. Niet, niet. En dan ging ik weer. Weg van die berg. Een rotgang, zoals de Rotterdammers dat zouden zeggen. Ja, Heer, ik ben even weg hoor. Ik doe even niet meer mee. Dit wordt heet onder mijn voeten. Mijn sandalen waren al versleten. Dus dit kan ik niet meer aan. Alleen het probleem is, dan ben je gevlucht. God brengt je tot rust.
En dan denk je het gehad te hebben, maar dan kom je diezelfde berg weer tegen. Hé, wat hoor je? Sta ik weer voor diezelfde berg? Dat heb ik weer. Ja, dan kun je kiezen. Of vluchten, of eroverheen gaan. Als je dan eindelijk de moed bij elkaar geraapt hebt om eroverheen te gaan, want dat kost soms veel moed bij elkaar rapen. Soms moet je sprokkelen. Dan voel je je net een weduwe van Sarfat. En je sprokkelt de boel bij elkaar om nog iets te redden. En dan ga je over die berg. Met moeite, met pijn, met verdriet, met hartzeer. Maar als je dan helemaal over die berg heen bent. Man, wat gaat er een wereld voor je open. En wat ben je God dan dankbaar dat je die berg overgestoken bent. Want in die strijd is God aan het werk geweest. Voelde het zo? Nee, het voelde niet zo. Was het leuk? Nee, het was niet leuk. Was het pijnlijk? Ja, absoluut. Was het uiteindelijk goed? Zeker. Dus vlucht niet. Doe het niet. Je kunt beter de berg vezen, om het zo te zeggen, aangaan, dan eromheen wandelen. Want als jij eromheen gewandeld bent, en dat kost je dan een paar jaar, want zo'n berg is meestal groot. En dan mag je hopen dat je geen ijsberg hebt, want dan moet je kilometers omheen varen. Die ben ik ook tegengekomen hoor. Ah, klein bergje, doe me even. Ja, leek een ijsberg te zijn, dat is wat lastiger. Ja. Dan heb je eromheen gepaddeld, met zweet, zwoegen en tranen. Je hebt het net gehaald. Met moeite sta je aan de andere kant. Met je tong op je schoenen, om het zo te zeggen. Heer, ja, ik ben er! En er gebeurt wat op datzelfde moment. En je rent net zo hard de berg terug en je staat aan de andere kant. Met je vlucht weer. Heer, nou sta ik weer voor die berg. Had ik er nou maar overheen gegaan. En ik heb geleerd in al die jaren, en dat heeft me ook heel wat jaren gekost. Ik heb er zeker 10 jaar over gedaan voordat ik wist, en voordat ik door had dat ik beter de berg over kon steken. En nu ga ik er meteen aan. Amen. Wat het nou kost. Al kost het me mijn laatste adem. Maar ik ga hem aan. Want ik weet als ik eenmaal die overwinning bereikt heb. Dan kom ik aan. Dan weet ik wat nou het mooiste was van Elia. Als je het geografisch gaat uitrekenen, moest God op een gegeven moment, kreeg Elia een opdracht. En als je dan de landkaart erbij gaat pakken, dan zat in feite Elia in de achtertuin van die Jezebel. Die Jezebel had het niet in de gaten. Elia misschien zelf ook niet. Maar hij zat in de achtertuin van die Jezebel. Hij werd door God gewoon teruggeplaatst. Want hij was helemaal niet bestemd om dood te gaan. Hij was bestemd om te leven. Dat is wat God jullie mee wil geven qua profetische boodschap. Ik ga niet verder, want ik wil mijn tijd begrijpen.